Goedemiddag, welkom bij de livestream vanuit Den Haag. Ik ben Astrid Dekkers en wij organiseren samen met een klein groepje de opioïdse huizen in Den Haag. Voor de oorlog had Den Haag na Amsterdam de grootste Joodse gemeenschap. Er woonden toen ongeveer 17.000 Joden in Den Haag, waarvan er na de oorlog minder dan 5.000 zijn teruggekeerd. En ik denk dat het belangrijk is om te vertellen over de levens van deze mensen. Wie waren ze en waar woonden ze? We zijn vandaag op de Badhuisweg in Scheveningen. Scheveningen had voor de oorlog veel Joodse inwoners. En ik zit naast Gijs Kruitser. Hij is historicus en hij zal vertellen over zijn familie, de familie Elte, waarvan leden ruim 80 jaar hier in dit huis hebben gewoond. Gijs, kan je vertellen waarom je de laatste jaren meer bent gaan verdiepen in de geschiedenis van je familie? Was er een speciale aanleiding voor? Ja, dank je Astrid. Nou, ik wil het eigenlijk niet te veel over mezelf hebben vandaag. En ik wil ook niet een persoonlijke claim leggen op een bepaald stuk van de geschiedenis. Maar deze, wat ik nu ga vertellen, dat is wel een open zenuw in de familie eigenlijk. En ik ben eigenlijk opgegroeid met stilte rond dit onderwerp. Mijn moeder deed er tot een paar jaar geleden altijd heel vaag over wat er met haar familie was gebeurd tijdens de oorlog. En het was me ook van jongs af aan duidelijk eigenlijk dat er niet over gesproken dient te worden. En als voorbeeld heb ik dit babyalbum hier. Dat heeft mijn moeder altijd bij haar zuster laten liggen. En ik vind het ook eigenlijk heel schokkend om daarin te kijken en dan te zien dat er staan een aantal foto's in waar mijn moeder op de foto staat met mensen die omgekomen zijn in de Holocaust. En een daarvan is de foto van mijn moeder met haar grootmoeder Leentje. En dat is hier in de voortuin op de Badhuisweg. In de zomer van 1940 was dat. Maar waarom ben ik me er toch in gaan verdiepen? Omdat een jaar of vijf geleden zijn we er met de familie erachter gekomen dat er op de Servatenstraat in Amsterdam een hele berg papieren, brieven, foto's en ook een paar objecten zijn gevonden van een oom, tante, neef en nicht van mijn moeder. En die hebben ze verstopt daar voordat zij in september 1943 gedeporteerd werden. Ik ben die foto's en brieven toen met mijn moeder en mijn tante gaan bekijken. En dat was heel confronterend, ook omdat mijn moeder vaak voorkomt in de laatste jaren van die brieven, zeg maar, vanaf begin 1940. En door allerlei omstandigheden hebben we dat toen niet af kunnen maken. Het lezen daarvan, we zijn in de zomer van 1942 blijven steken. Want het Joodse Historisch Museum heeft die brieven allemaal op netjes op volgorde gelegd. Maar ik ben van plan om dat onderzoek voor te zetten en ik wil er ook een boek van gaan maken. En ja, dat komt eigenlijk omdat het materiaal onthult heel veel, maar het roept bij mij ook heel veel vragen op. Eigenlijk nog meer vragen dan dat het onthult eigenlijk, zeg maar. En vandaag, wat ik vandaag wil doen, is ik wil de familie gedenken met leuke anekdotes uit hun leven van voor 1940. Maar ik wil ook stilstaan bij hoe het hen verging in de eerste jaren van de oorlog. En ook gedeeltelijk na de oorlog. Ja, ik wil beginnen met Meijer Elte en Leentje Blok. De stamouders, zeg maar. En Leentje zagen we net al met mijn moeder in 1940 en nu zien we haar hier een generatie eerder in de jaren 0 van de 20e eeuw met haar twee oudste dochters. En daarnaast heb ik ook nog een foto van Meijer om hem te introduceren en dat is een jaar of twintig later en dat is weer hier in de voortuin. Dat is Meijer samen met zijn jongste zoon. Uh,
Bij het gezin speelde eigenlijk de boekenwereld liep als een rode draad door het leven van de familie. Als jongen verkocht Meijer al boeken op het Binnenhof in Den Haag. En de legende die hij daar zelf over cultiveerde, is dat hij dat dan in de kruiwagen deed. En dat daaruit eigenlijk een heel mooi antiquariaat op de korte poten is voortgekomen. En dat en bij sommige feestelijke gelegenheden in dat antiquariaat, dan stelde hij ook wel eens die kruiwagen dan tentoon versierd met bloemen. En hier hebben we een catalogus van het antiquariaat uit 1921. En wat we daar heel mooi zien, is het logo van de zaak met die kruiwagen met boeken en het jaartal van oprichting van zaak 1899. Ja, aanvankelijk woonden ze boven dat antiquariaat in de Haagse binnenstad, maar langzaam werd ook de woonruimte opgeslokt door boeken en werd het dus te krap. En toen hebben ze in 1906 dit huis gekocht, het Badhuisweg, met ruimte voor de twee kinderen die ze inmiddels hadden en voor de drie kinderen die nog kwamen. De kinderen hadden allemaal bijnamen en die zal ik ook gebruiken. En dat wil ik even introduceren aan de hand van de foto die we op de website hebben gezet. Dat is deze foto. Dat is op het trapje hier achter het huis. En daar zien we van links naar rechts en van boven naar beneden op volgorde van leeftijd Gesina, beter bekend als Sien. Saartje, beter bekend als Ukie of Uk. Jozef, beter bekend als Johnny. En Elisabeth, beter bekend als Liesje. En later ook Ted, zo heb ik haar gekend. De derde in leeftijd tussen Uk en Johnny was Mozes, beter bekend als Max. Ik vermoed dat hij hier de camera vasthoudt. Ja, ik wil even nog wat stukjes voorlezen uit een grappige brief in dichtvorm die Meijer in 1923 schreef aan zijn dochter Uki, die toen in Parijs was bij een vrienden antiquare familie. En in die brief komt de hele familie even langs en begint over hoe koud het dat jaar nog was in juni. Nu dat geopend is het badseizoen, is er in Scheveningen niets te doen. Wat wij in juni nooit hadden gedacht, dat er zelfs geen nieuwe groenten worden aangebracht. Daarom kookt nu mijn lieve Leen, iedere avond maar wat bosjes peen. En dan gaat Meijer verder over zijn dochter, zijn oudste dochter Sien, die het huis als eerste had verlaten en die met haar dree in Amsterdam was gaan wonen. En daarvan heb ik hier nog twee trouwfoto's die ook hier in dit huis zijn gemaakt. Het huwelijk vond hier vanuit het huis plaats. Ja. En op een van die foto's, de rechterfoto, zien we ook de schoorsteenmantel die we nog steeds hier kunnen zien. Ja, die zit nu even niet op de camera, maar die zien wij nu hier wel. Maar goed, zij wilden zo in Amsterdam gaan wonen. En Meijer schrijft daarover: de berichten uit Amsterdam van Sien en Dree vallen ons steeds bijzonder mee. Dagelijks krijgt hij vele nieuwe patiënten, dus verdient hij spoedig heel veel centen. Laten we daarom het beste hopen dat zijn praktijk prachtig begint te lopen. Dan gaat Meijer nog verder over de jongste drie. Kleine Lies met haar leuke snoet helpt je moeder en dat doet ze wat goed. En Johnny loopt met grote stappen den gehele dag alle boodschappen. Max schiet niets op met zijn vioolstudie en vindt het vervelend zonder zijn Uki. Uk, je zal je in Parijs wel amuseren, maar vergeet vooral niet te studeren. Dat je hebt gekocht een nieuwe hoed, dat vindt de hele Badhuisweg goed. Het was dus een heel hecht gezin met heel veel lolbroekerij. En er kwamen ook regelmatig internationale vrienden uit de boekenwereld langs. En die werden dan ook oom en tante genoemd. En het gezin vierde wel enige Joodse feestdagen.
Maar ze waren zeer geassimileerd, zoals dat heet. En uiteindelijk hadden ook 3 van de kinderen een niet-Joodse partner of verloofde. En daaronder was ook mijn grootvader Henny, die hier aan de overkant opgroeide en die hier al snel de deur plat liep. Ook al voordat hij en Uki zich verloofden. En zijn zus Annie zei eens, ik ga ook naar de Eltes, want daar is het gezellig. En ze deelde met sommige van hun niet-Joodse buren ook bijvoorbeeld liefde voor de bioscoop. In de brieven die Henny aan Uki schreef tijdens zijn diensttijd begin jaren 30 is te lezen dat ze in die tijd iedere zaterdag als hij naar huis kwam naar de bioscoop gingen en dat Max dan als chaperone meeging. En hier heb ik een foto van deze 3 op het trapje weer hier achter het huis. En we zien bovenaan zien we Max, die weer een schep doet, die deed altijd gek. En dan zien we van links naar rechts Uki en Henny in het midden en dan ook een vriendin van Max. Ik heb hier nog een brief waarin Henny, dus een van die brieven die hij in zijn diensttijd schrijft, en dan schrijft hij: vraag aan Max of hij voor zaterdagavond plaatsen voor de bioscoop wil bespreken. Ik heb namelijk echt zin om weer eens rustig naar de bios te gaan, want daar zijn we samen dan in geen 3 weken geweest. Ik schrijf zus dadelijk ook een kaartje. Misschien gaat ze wel weer eens mee. Dat vind ik wel zo gezellig als Max er toch bij is. In 1940 breekt de oorlog uit en na de Duitse invasie in Nederland dan proberen veel Joden uit angst voor de nazi's hier in Scheveningen op een boot te komen om de oversteek naar Engeland te maken. En ook zijn er Joodse families die uit angst een eind aan hun leven maken. Hiervan zie je in het Haags gemeentearchief veel getuigenissen. Na de bezetting worden stap voor stap de burgerrechten van de Joodse bevolking afgepakt. Wat betekent dit voor de familie Elte? In hun brieven lees je hoe ze hiermee omgaan. Ja, ik wil uit 2 van die brieven die op de Sarfatistraat zijn gevonden voorlezen. En wat er daarin voor mij heel erg uitspringt, is dat ze, ja, hoe luchtig sommige familieleden proberen te doen in de eerste jaren van de oorlog over alle beperkingen en bedreigingen. Een vroege maatregel was bijvoorbeeld het verbieden van de bioscopen voor Joden. Begin 1941 schrijft mijn grootmoeder daarover aan haar zus Sien in Amsterdam. Wat zeg je wel van de bioscopen? Mij persoonlijk raakt het niet en ik ging er toch al nooit meer heen. De tweede brief die ik in zijn geheel wil voorlezen, is er eentje van Uki aan Liesje, de dochter van Sien. Hier heb ik een foto weer genomen hier in de voortuin. Dit is in de jaren 30 nog, eind jaren 30, van Uki samen met Liesje en Hansje. Dat zijn dus het neefje en nichtje van mijn moeder uit Amsterdam. Zij schrijft dan ergens in de eerste 2 jaar van de oorlog, schrijft Uki dan aan Liesje, toen de schoenen al op de bon verkrijgbaar waren kennelijk. En Liesje was toen een jaar 14, 15, schrijft ze: lieve Lies, hartelijk dank voor je brief. Wat fijn dat je een schoenenbon hebt. Ik ben er jaloers op. Heb je al schoenen gekocht? Wat voor? Die beteld zijn wel duur. Maar als ze nog te krijgen zijn en goed zijn, vraag dan of je moeder zo'n stel wil kopen. Heb je al gevraagd voor een stipin? Daar zit ik zo om verlegen. Lies, oma had weer een avontuur. Toen ze gistermiddag naar huis wilde gaan, liep er een inspecteur van politie bij haar voor de deur, steeds heen en weer. Je begrijpt hoe zij geschrokken is en dat ze niet naar binnen durfde. Ze is toen naar de stad gegaan en Hannes gaan kijken. Later bleek dat hij voor spier was. Arme oma. Op het ogenblik is Johnny ziek. Verder geen nieuws. Schrijf je weer terug? Geef de groeten aan allemaal.
Vele kussen, Uki. Dit speelde zich hier dus, dit angstige moment voor Leentje speelde zich dus hier voor de deur af. En de Joodse familie Spier, waarvoor die agent kennelijk kwam, die zijn uiteindelijk allemaal gedeporteerd. En voor hen zijn stolpersteinen of herinneringsstenen in de stoep gelegd hier aan de overkant. Ik wil ook nog twee familieverhalen vertellen over wat we nu zien als gemiste kansen. Dat zijn eigenlijk de dingen waar wij ons nu zo over verbazen, zeg maar. Maar ja, er waren eigenlijk heel verschillende inschattingen van het gevaar dat dreigde, ook binnen de familie. Nadat Meijer in 1937 was overleden en de twee dochters waren, alle drie de dochters waren uitgevlogen, woonden er in het huis nog Leentje en Max en Johnny. En ik heb hier nog een leuk fotootje van Johnny met zijn verloofde Floor Kloek. Zij zitten hier links op de foto. Johnny zit links en dan rechts daarvan Floor en dan een onbekend stel. En ja, Floor die stelde aan het begin van de oorlog stelde ze voor aan Johnny om te trouwen. Omdat hij dan veiliger zou zijn. En we weten nu ook dat de meeste gemeentehuwden op die manier eigenlijk door de oorlog zijn gekomen onder bescherming van hun zogenaamd Arische partner. Maar Johnny heeft dat afgeslagen omdat hij haar niet in gevaar wilde brengen. En de familie zei daarover later dat hij heel ethisch was. Ja, uit verschillende brieven en verhalen blijkt verder ook inderdaad dat Johnny heel erg probeerde de toekomst positief te zien. En hij werd als eerste van de familie in het voorjaar van 1942 opgeroepen om te gaan werken in het noordoosten van Nederland. En hij kwam daar terecht in het kamp Vochtelo. En op een gegeven moment is Henny, die inmiddels met Uki getrouwd was, naar het kamp gegaan waar Johnny zich bevond. En hij heeft tegen een fiets tegen het hek gezet. Hij had een fiets meegenomen en heeft die fiets tegen het hek gezet. En heeft gezegd, jongen, spring over het hek, fiets weg. Maar Johnny zei, ja, we gaan een paar weken in Duitsland werken en dan kom ik weer terug. Ja, hier lijkt dus, in dit verhaal lijkt een beetje naar voren te komen dat Henny het eigenlijk negatiever inzag dan Johnny. Maar anderzijds, we weten natuurlijk ook niet precies wat Johnny werkelijk dacht. Het kan natuurlijk ook dat hij zijn familie weer niet in gevaar wilde brengen. Want wat had zo'n vlucht dan weer betekend voor de familie, zeg maar. Ja, de oorlog was dus een tijd van afgrijzelijke dilemma's. En dat zien we ook in andere uitzendingen van Open Doosje Huis dit jaar. Ja, Gijs, ik neem het even van jou over hier. De oorlog laat zijn sporen na in het gezin Elte. Johnny Elte die wordt uiteindelijk vermoord in Auschwitz. Hij is dan 29 jaar oud. En ook zijn moeder, Leentje, die overleeft de oorlog niet. Ze sterft op 67-jarige leeftijd in Bergen-Belsen. En ook het gezin van Johnny's zus, Sien, die overleeft de oorlog niet. Sien die maakt nog mee dat haar dochtertje Liesje uit huis wordt gehaald. Liesje die wordt vermoord in Auschwitz. Ze is 16 jaar. En Sien en haar man en zoontje Hans die worden gedeporteerd naar Bergen-Belsen. Sien sterft daar in Bergen-Belsen op 43-jarige leeftijd. En haar man en zoontje die maken vanuit Bergen-Belsen de helse treinreis mee naar Treubitz. Daar worden ze bevrijd. Maar Dree en zijn zoontje Hans die sterven daar. Dree is 49 jaar oud en Hansje die is sterft als hij 12 jaar is. Ja, maar de oorlog was toch niet het einde voor de familie Elte. Want op verschillende manieren hebben
zijn drie kinderen van Leentje ontsnapt aan de moordmachine. Namelijk Huuk door haar huwelijk met een zogenaamd Arische man en een vervals sterilisatiebewijs. En Ted in een Japans kamp in India. En Max met zijn vrouw Leni in de onderduik. Dat verhaal van Ted kunnen we nu natuurlijk niet op ingaan, dat is weer een heel ander verhaal. En Max keerde terug naar dit huis en heeft er tot zijn dood in de jaren 80 gewoond. En hier zien we de drie overlevenden op een oudjaarsavond in 1966 in dit huis. En we zien Huuk als tweede van links en daarnaast Ted. En Max schenkt in. En die oudjaarsavonden die waren legendarisch en er kwam zelfs ieder jaar een gast voor uit Londen. En voor een deel wist Max dus dat bruisen van voor de oorlog weer terug te brengen in het huis. Maar zoals er in het begin van de oorlog verschillende inschattingen waren van het gevaar, waren er ook na de oorlog binnen de familie verschillende levenshoudingen. Want hoe moest je nou door na de oorlog? Floor Kloek, de verloofde van Johnny, die is nooit meer getrouwd. Anderzijds, Max en Leni, die wilden graag door en die gingen heel erg feesten. En, nou ja, of niet heel erg feesten, maar die hielden wel van feesten, partijen en reizen. En dus dat was weer een andere houding. En de schoonvader en schoonbroer van Max, de Grunwalds, die konden juist de oorlog weer voor geen moment loslaten. En ik wil daarover tot slot nog een passage voorlezen uit de memoires van Attic Grunwalds, die hier eind jaren 50 op zo'n legendarische oudjaarsavond was. En dat is een gesprek, dat was de volgende ochtend na de oudjaarsavond, tussen Leni en haar broer. En dat was de vader weer van Attie Grunwald. Tante Leni zei tegen mijn vader dat ze blij was dat we naar het oudejaarsavondfeest waren gekomen en dat ze hoopte dat we er een beetje van hadden genoten. Ik vond het leuk te zien hoe een plezier Max en zijn gezelschap had die avond, zei mijn vader. Maar al die dozen vuurwerk die ze de lucht in lieten gaan, vond ik een beetje zonde. Maar Mook, je weet dat Max gek is op zulke soort dingen en het hoort toch wel bij oud en nieuw. Maar ik vroeg aan jou of jij ervan genoten hebt, zei tante Leni. Ik vond het heel fijn hier bij jou te zijn en ik vond het gezelschap leuk, maar feestvieren als Max, dat zou ik nooit kunnen, niet na de oorlog, antwoordde mijn vader. Mook, kun je nou nooit eens een keer de oorlog vergeten en gewoon plezier hebben? Vroeg tante Leni. Nee, Leni. Ik zou nooit de oorlog kunnen vergeten en al die Joden die vermoord zijn. Zelfs niet een seconde. Daarom kan ik nooit gelukkig zijn, zei mijn vader. Ja, Gijs, ik wil je bedanken voor dit verhaal. Ik heb gemerkt dat het niet makkelijk voor je is om hierover te vertellen. En ik vind het ook heel dichtbij komen als je het album van je moeder laat zien. En ja, dan zie je haar neefje met haar neefje en nichtje die haar vasthouden. En dan in het besef dat die neefje en nichtje en de tante vermoord zijn. En ik vind het zelf dan heel dichtbij komen. Dus dan lijkt het heel kort geleden. En ja, ik vind het heel waardevol dat je aandacht besteedt aan hun levens. En ook alle foto's en brieven die nu gevonden zijn. Dus ja, ik hoop echt dat je er een boek mee kan maken. En ook dat het niet te zwaar is voor jezelf. Ik had nog even zelf alvast een klein vraagje, want ik begreep hier in huis na de oorlog dat er is hier een serre en
Ik vroeg me af, je had het over kosher eten na de oorlog. Hoe ging dat? Nou, dat is inderdaad wel grappig, inderdaad, want het grootste deel van de familie eten altijd eigenlijk niet zeer kosher. Er waren zelfs ook met uitjaarsavond ook oesters hier. De Grunwalds, dus de schoonouders van Max, die aten wel kosher. En die zaten dan een beetje apart van de rest van het gezelschap in de serre hier achter te eten. Okay. Dus dat is inderdaad wel een aardig verhaal, inderdaad. Ja. Ja, en dan moest Leni moest dan koken voor dat. Ja, Gijs, ik krijg een paar vragen binnen van mensen die geluisterd hebben. Ik zie hier een paar vragen staan over het archief. Ik lees het gewoon even voor. Hoe kwam het archief op de Sarfatistraat terecht? En wat was het precies voor archief en hoe is het gevonden? Kan je daar iets over vertellen? Ja. Dus Dree en Sien en Liesje en Hansje, die woonden, dat was gewoon hun woonadres. Dree had daar ook zijn artsenpraktijk in hetzelfde pand. En ik weet niet precies of dat archief nou in die verdieping waar die artsenpraktijk was gevonden is, of in het woongedeelte. Maar in ieder geval is het in de betimmering rond een schoorsteenmantel is het gevonden. En dat is in 2010 gebeurd. En degene die het gevonden heeft, heeft het toen aan het Joods Historisch Museum geschonken, die dat heel netjes hebben georganiseerd. Maar wij kwamen er eigenlijk pas in 2016 achter, toen ik op het Joods Monument aan het kijken was in Vermand. Dat was weer in verband met het namenmonument dat er zou komen. En toen zagen we dat daar staan. En toen zijn we in een aantal sessies dat gaan bekijken. En wat er in voor materiaal in dat archief zit, het is nu een archief, maar het was gewoon de papieren die zij hadden. Dus het was gewoon heel veel brieven en kaarten en negatieven, fotonegatieven en foto's en nog een soort register van de praktijk en verder nog wat rare objecten, bloemenpers en nog wat medische preparaten en nog een portret zat er ook bij van Sien als kind, zeg maar. Wat trouwens nog in een inventaris van 1942 van dit huis hier wordt genoemd. Dat is wel heel interessant. Oké. Dus dat kwam ook hier vandaan. Ja. Dus je plan is, Gijs, om dat allemaal te gaan bekijken en zo eigenlijk met alles wat je hebt de familiegeschiedenis te reconstrueren. Ja, om daar een boek over te maken. Ja, nou, dus het moet gaan over. De vraag die mij heel erg bezig houdt, is van. Naar aanleiding van wat we dus lazen in het archief. Van ja, wat dachten ze nou precies, inderdaad? Wat dachten ze nou dat er ging gebeuren, inderdaad? Hoe schatten ze nou precies het gevaar in? En ik heb ook het idee dat er verschillende inschattingen van het gevaar waren. Want we weten bijvoorbeeld dat Mook Grunwald, de broer van Leni, de broer van de vrouw van Max, dus, die schatte het gevaar wel veel serieuzer in. En die is in 1939 een Joods meisje uit Wenen gaan halen dat hij niet kende om haar met haar te trouwen, om haar daar te redden, zeg maar. Johnny die zag het toch nog vrij luchtig steeds in, inderdaad. En ja, er waren dus heel verschillende ideeën over, nou ja, wat we ook net zagen in die brieven van Uki, dat het, dat ze toch nog een beetje, probeerde in ieder geval het luchtig te houden, maar ja, dat weet ik ook niet, wat dachten ze nou echt inderdaad, maar het zijn natuurlijk ook wel andere historici, Bart van der Boom en zo, die zich hiermee bezig hebben gehouden. Maar ik zou het graag aan de hand van één familie, want ik heb het idee dat het inderdaad verschillende denkbeelden waren, dat zou ik dat willen uitzoeken. Ja. Oké. Ik kijk even, even kijken hoor. Ik heb hier een vraag van Annemiek Gringold. Heeft Uuk nooit hoeven onderduiken dankzij haar gemengde huwelijk? Ja, dat is wel interessant. Ze was dus gemengd gehuwd, maar ze moest ook gesteriliseerd zijn.
En inderdaad, dat heb ik laatst iets over zitten lezen. Inderdaad, dus gemeente Gerude die gesteriliseerd waren, die mochten gewoon blijven wonen waar ze woonden. En, en ze hoefden zelfs ook geen ster meer te dragen, want dat was ook dan de soort van de logica van de nazi's, dat er geen sterren op straat meer, omdat Nederland Judenrein moest zijn, moesten er ook geen sterren meer te zien zijn op straat. Dus toen hadden ze dan bedacht, nou ja, oké, als die mensen dan toch moeten blijven, dan moeten ze ook geen ster meer dragen. Ja. Maar goed, ik weet niet met de razzia's, ik weet wel dat ze met een razzia een keer in de dakgoot zich hebben moeten verstoppen. Dus het is wel, bleef natuurlijk heel, toch wel gevaarlijk inderdaad. Ja. Maar ze kon wel de straat op. Ja. Zonder ster dus inderdaad, ja. Even kijken hoor, ik heb hier ook nog een vraag. Kennen de huidige bewoners van de Badhuisweg de geschiedenis van de familie? Ja, ja nou, ja. Dus we zijn hier bij Bojura van Meltzen te gast. En die is heel erg geïnteresseerd in deze familie. En ze heeft ook de laatste elte eigenlijk nog gekend. Dus bij de laatste elte, Leni, de vrouw van Max inderdaad. En daar heeft ze het huis van gekocht en zij is heel geïnteresseerd inderdaad om de geschiedenis van het huis uit te zoeken. Ze wil ook een geschiedenis van het huis gaan schrijven, geloof ik. Ik geloof dat ze... Een belangstelling. We hebben heel leuk met haar samengewerkt en ik vind het ook heel leuk hoe ze dit allemaal ons heeft steeds heeft ontvangen. Want we zijn hier inmiddels al heel veel keer geweest en ik vind het echt heel leuk contact. Ja. Yes. Gijs, even kijken hoor, dan ga ik bijna over naar de laatste vraag, denk. Dat is meer een persoonlijke vraag. Hoe ga je zelf om met de familieverhalen uit de oorlog? Je zei al iets erover in het begin, inderdaad. Vroeger ging het er dus eigenlijk nooit over, maar sinds de ontdekking van het archief ben ik dus helemaal door gefascineerd en ben ik dus ook mijn moeder en mijn tante helemaal gaan uitvragen daarover. En ik heb ook bijvoorbeeld mijn achternicht Sander Akkerman weer opgezocht en die heeft ook nog een kist met documenten. Zij is de kleindochter van Max en zij heeft ook nog een kist met documenten en foto's. En ik heb nu ook contact met Atti Grunwald in Israël. En dus ik ben nu eigenlijk helemaal erdoor gegrepen, maar ik vind het wel zwaar, ik vind het wel dan zwaar om ermee bezig te zijn. En het lezen van het archief inderdaad, en dat was natuurlijk ook heel zwaar voor mijn moeder en mijn tante inderdaad. En ik moet wel ook af en toe dan weer een pauze inlassen inderdaad. Ja. Ja. Ja, en ik vond ook wel, is ook me wel bijgebleven wat je zei van vroeger, als je naar dingen vroeg, zei je van ja, we kregen eigenlijk altijd een afgezwakte versie van het verhaal. Dus ja. Dat zegt ook eigenlijk wel heel veel. Klopt inderdaad. Ja, ja, nee, mijn moeder die deed altijd alsof Leentje, net als Meijer, al voor de oorlog was overleden. Ja, 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 ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Gijs, dat wil ik nog even noemen. Ik heb hier staan nog complimenten van Milan. Mooi verteld, ontroerend, bedankt. En ook van Rob complimenten voor deze vorm van presenteren. En je bent dus bezig nog met allerlei informatie verzamelen. En daarom zouden wij eigenlijk, als er geen vragen meer zijn... Oh, er is nog een vraag, hoor ik. Dus we hebben dadelijk nog een oproep voor... Nou, dan doen we die nu en dan doen we daarna nog die laatste vraag. Ja. Ja. Of nu komt de vraag. Ja. Even kijken, hoor. Ik heb hier staan. De kinderen gingen heel verschillend dus met die oorlogsdreiging om. Welke lijn zie je daarin? Ja, dat is een beetje. Ik moet dus nog heel veel dus ook nog uitzoeken en doen. Maar ja, ik zie wel, dus dat ja, lijn. Ik zie wel bepaalde mensen het anders inschatten dan anderen inderdaad.
Ja, het opvallendst vind ik dus Moke Grunwald, maar dat is geen kind van de Elters, maar dus aangetrouwd. Ja, ik zie dus dat Johnny dus inderdaad heel luchtig probeert te doen. Er is ook een soort afscheidsfoto, die hebben we ook samen zitten bekijken, waarop hij met zijn moeder staat. En dan heeft zijn moeder heeft zijn hond vast. En dan zie je hem een beetje kijken van, ach moedertje, maak je niet zo'n zorgen of zo. Ja. Zo'n soort blik heeft hij dan. Ja, ja. Maar goed, Max, die is dus wel ondergedoken, dus die schatten het toch wel. Maar dat was wel nadat er wel al wat dingen gebeurd waren. Maar het voert een beetje ver om daar nu weer op in te gaan, maar Leni heeft, zijn vrouw Leni heeft wel wat dingen gezien en ik denk dat daardoor Max toch wat somberder in zag. En ook dat was natuurlijk ook wel wat verder in de orde, want toen zijn ze ondergedoken samen inderdaad. Ja. Ja, het was natuurlijk ook omdat Johnny inderdaad de eerste was natuurlijk. Ik denk dat het misschien ook wel in de tijd verschuift inderdaad. Ja, Hoewel dus Moke als uitzondering zag het dus al in 39, ja. 38, 39 al. Inderdaad. Klopt, ja. Je hoort natuurlijk ook vaak van Joden die uit Duitsland gevlucht waren, dat die echt een heel goed besef hadden van wat er kon gebeuren. En veel in Nederland die hoopten misschien, nou ach, het valt wel mee of laten we maar het beste ervan hopen. Dus even kijken hoor. Ook van Annemie Kringelt nog een compliment. Dank voor je verhaal. Ja. Misschien gaan we dan nu even de oproepen doen. Gijs is nog op zoek naar informatie over een aantal personen. En die leest die even voor, die namen. En we zullen zorgen dat die namen ook terug te vinden zijn op de website van Open Joodse Huizen. Dus mensen die iets weten van, meld het. En Gijs leest even die namen voor nu. Ja, ik kan dan naar het e-mail. Ja, ik laat even een papiertje zien en ik lees het voor. Gijs is rechtstreeks te bereiken op het e-mailadres gckduizend@gmail.com. Dit is ook later terug te vinden op de website. gckduizend@gmail.com. Ja, Gijs. Ja, en de mensen waar ik op zoek ben zijn ten eerste de zonen van Ted, Bob en Arthur van Waard. De Haagse huisarts Nico Winia. Dr. M.H.G.A. Tolen. Arts bij de Rooms-Katholieke Vrouwenkliniek Bethlehem in Den Haag. Floor Kloek, de verloofde van Johnny. Ellie van Kreeveld, een verpleegster in de Joodse psychiatrische inrichting het Apeldoornse Bos. Bob en Klaartje Peters, de beste vrienden van Sien en Tre, die ook na de oorlog nog bij mijn grootouders op bezoek kwamen. Bets Berkhof, bij wie Max en Leni waren ondergedoken in Den Haag. Wat ik van haar weet is dat ze kleine kinderen had en dat er iemand in de familie dominee was. En dat zij ook waarschijnlijk weduwe was op een bepaald moment in de oorlog. Oké, ja, Gijs, ik noem nog even, hier staat Charles, veel succes met het verdere proces van deze geschiedschrijving en ook waardering voor het verhaal. Als er verder geen vragen zijn, dan dus als mensen achteraf nog denken, de informatie komt op de website te staan met de gegevens. En ik wilde ook even zeggen dat alle livestreams die vandaag te zien zijn, die kunnen ook teruggekeken worden op de website. Dus op een later moment kunt u altijd nog terugkijken. Dan zijn we denk ik een beetje aan het eind gekomen. Ik wil nog even mensen bedanken. Ik wil even mensen bedanken. Dus ten eerste natuurlijk Bozoura, daar heb ik net al over gehad. Inderdaad, zo hoe hartelijk zij ons hier had ontvangen en wat met hoeveel interesse zij heeft meegewerkt eigenlijk. En verder Hester Jansen, die het contact heeft gelegd met Bozoura. En samen met Astrid eigenlijk het initiatief heeft genomen voor wat oorspronkelijk zou dit dus een huiskamerbijeenkomst worden hier. Maar het is nu dus een livestream geworden. En het team van het Joods Cultureel Kwartier dat voor de professionele aanpak heeft gezorgd.
En het nauwst betrokken was Christine Holst bij deze voorbereidingen. Verder wil ik nog bedanken mijn achternicht Sander Akkerman, die onder andere het contact met Attie Grunwald heeft gelegd. En mijn tante, die ik heel erg vaak heb gebeld hierover. Ja, ik hoop zelf dat we volgend jaar weer live in de huizen de verhalen kunnen vertellen. We hebben namelijk 18 verhalen liggen hier in Den Haag. Echt hele bijzondere verhalen. Dus ik hoop dat we volgend jaar weer dat op de locaties dat u daarbij kunt zijn. En ik wil iedereen bedanken voor het kijken. Dus alles is nog terug te zien. En om 2:00 gaan we naar het zuiden en dan is er vanuit Roermond een livestream. Oké, nou veel plezier daarmee en bedankt.